Vandaag gaan we je uitleggen hoe je kat het kattenluik aanleert. Voordat we verder gaan met deze video, eerst nog even dit. We krijgen regelmatig de vraag van mensen hoe ze ons op de een of andere manier kunnen helpen. Nou, als eerste kun je ons natuurlijk heel erg helpen door onze video's te delen. Want zo bereiken we veel meer mensen en dus veel meer huiskatten. We krijgen ook wel eens de vraag of mensen iets kunnen doneren en hoe ze dat dan moeten doen. En sinds kort kan dat ook. Dat kan via petje.af en de link zullen we hieronder zetten. Ja, dus wil jij ons steunen, dan kan dat dus op die twee manieren. Ja, en dan kunnen we ervoor zorgen dat we zoveel mogelijk huiskatten van Nederland gelukkig maken. Welkom terug bij de Gelukkige Huiskat. Ja, voor sommige katten is het hartstikke simpel. Die snappen al gelijk dat ze door een kattenluik moeten. Maar anderen hebben even een hulpje nodig. En wij gaan je dus vertellen hoe je dat het beste kan doen. Ja. Nou, als eerste start je gewoon met het luik helemaal open. Dus ja. Ofwel je tapet hem even het luik open ergens bovenaan vast. Ja, ofwel je haalt het deurtje eruit. Ja, ja of met een touwtje. Ja. Maar in ieder geval dat het deurtje helemaal open staat. Ja. Dat is stap 1. Ja. En stap 2 is dan om je kat te belonen als hij in de buurt van het luikje komt. Dus als hij snuffelt eraan of erbij gaat kijken, ja. Geef je hem wat lekkers. Even een snoepje. Ja. En dan, als hij dat luikje niet meer zo spannend vindt, dan kun je gaan oefenen met hem door het luikje te laten gaan. Door hem aan de andere kant van het luikje iets lekkers aan te bieden of door met hem te spelen. En dan kan je bijvoorbeeld met een hengel heel goed spelen die ja, je dan door het luik trekt en ja. Dan kan die de spelende wijze als het ware achteraan rennen. Nou, en dat ga je dan gewoon heel vaak oefenen tot hij het gewoon heel makkelijk doet. Ja, totdat hij hem eigenlijk tot hij zelf ja. Doorheeft dat hij ook zonder beloning door dat luikje kan naar binnen ja, en naar buiten. Ja, en dat ja. Hij dat ook dat hij niet bang is, dat hij het niet eng vindt, dat hij gewoon ja. Ja, er normaal doorheen stapt of alsof hij het al jaren gedaan ja. Heeft. En dat duurt bij de ene kat misschien een paar dagen en de andere kat een paar uur. Dat is echt ja, heel verschillend. Zeker. Dat ja. Is heel verschillend. Ja. Wat je niet moet doen, is je kat beetpakken en er doorheen duwen. Ja. Want je kat kan juist daar heel erg bang van worden. Met als gevolg dat hij nooit meer door dat kattenluik durft. Dus precies. Dat is niet een goed idee. Averechts ja, precies. Ja. Maar goed, nou heb je geopend met dat luik eruit. De bedoeling is natuurlijk dat het luik erin zit. Ja. En ja, dat moet je kat dan ook weer leren, want die moet dan dus eraan wennen dat hij met zijn neus of met zijn poot dat luik open doet en er dan doorheen gaat. Dus dat kun je dan ook weer in stappen doen, bijvoorbeeld door het luik half open of dicht te doen, zodat het er wel een beetje, nou ja, dat hij er wel een beetje tegenaan komt als hij er doorheen gaat. En dan dus weer te lokken met iets lekkers of met een hengel. Ja. Hetzelfde spelletje nog een keer. Ja, precies. En dan kan je dat luik steeds verder laten zakken. En ja, ofwel je doet hem wel gelijk helemaal dicht, maar lokt je kat er dan toch doorheen. Dus het hangt er een beetje van af hoe spannend jouw kat dat luikje vindt. Hè? Dan moet je even kijken van hoe reageert je kat erop. Kijk anders onze lichaamstaalvideo's ook nog een keertje. Van hoe zie ik dat mijn kat gestrest is. Acute stresssignalen bij de kat. Precies. Ja, of angst bij de kat. Hoe kan je dat herkennen? Want daar kun je dus gebruik van maken. Eigenlijk kun je daar gebruik van maken bij alle trainingsvideo's. Ja. Maar bij deze dus ook. Ja. Nou, en als je kat dat dan kan. Door dat luik. Half. Ja, of helemaal. Dan moet je hem ook wel leren om weer terug te gaan. Vergeet dat niet. Nee. Want mensen denken vaak dat een kat zowel naar binnen als naar buiten kan. Hij kan het natuurlijk ook wel, maar de vraag is of dat hij het gaat doen. En dat moet je hem dus ook daadwerkelijk even aanleren, dat hij ook weer gewoon op dezelfde manier naar binnen kan. Want anders heb je straks wel dat je kat naar buiten kan, maar zit hij daar buiten te miauwen en te wachten tot jij de deur voor hem open doet, omdat hij geen flauw idee heeft dat hij ook weer terug kan. Nee, dus alle stappen gaan eigenlijk twee richtingen op. Ja. Ja, zeker. Ja, eigenlijk is dat dus heel erg in het kort hoe je je kat een kattenluikje aanleert. Ja, en hoe snel dat gaat is heel erg afhankelijk van je kat. Bij hele angstige katten duurt dat proces langer. En daar bij hele angstige katten heb je soms nog veel meer stappen ook nodig. Ja, meer tussenstapjes. Ja, maar gemiddeld genomen zal het met deze stappen bij de meeste katten verder prima gaan.
Het hangt er denk ik ook wel van af hoe graag jouw kat naar buiten wil. Ook dat, ja. Ja. Want als jouw kat natuurlijk al gewend is om naar buiten te gaan, is misschien nog wel even belangrijk om te zeggen. Want een kat die nog nooit buiten is geweest, die vindt dan misschien het luik op een gegeven moment wel oké. Okay, maar die vindt de hele grote boze buitenwereld nogal spannend. Ja. Dus het is wel verstandig om je kat dan eerst naar buiten te laten gaan. Ja. Via gewoon een open deur. Zodat hij erin. Oh, sorry. Zodat hij erin en eruit kan. Ja. En dan dat allemaal al kent. Alvorens je hem door dat luik laat gaan. En als je kat het eng vindt om door dat luik naar buiten te gaan. Maar je wilt hem toch eerst dat luik aanleren. Voordat je hem echt naar buiten laat gaan. Dan kun je ook het luik, als het nog niet gemonteerd is, gewoon binnen gebruiken. En dan hoef je het niet per se in een deur te zetten, maar dan zou je het ook gewoon vast kunnen houden of op een andere manier even tijdelijk bevestigen, zodat je dus binnen kan oefenen. En ik zat zelfs te denken, je kunt ook, als je eerst wil leren om door een gat te gaan, zou je een karton kunnen maken met een gat eruit. In het groot van een kattenluik. Dus ja, dat zijn eigenlijk allemaal ideetjes. Die je nog zou kunnen gebruiken als je kat... Ja, als het luik er nog niet in zit. Ja. Of als je kat nog niet direct naar buiten mag. Ja. Maar je wel het luik wilt aanleren. Oké, nou, dat was onze boodschap van deze week. Ja. Vond je het een leuke video? Duimpje omhoog. Abonneer je op ons kanaal als je dat niet gedaan hebt. En deel zoveel mogelijk onze video's. Zodat we zoveel mogelijk huiskatten van Nederland gelukkig kunnen maken. Ja, zeker. En dan zie je volgende week weer. Ja, tot volgende week.